Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Dit is de eerste van een aantal bijdragen over verschillende onderwerpen waar ik al een poosje aan werk. Als het lukt is er iedere vrijdag een bijdrage met een samenvatting van de afgelopen week. Voor nu is de werktitel Daily Minutes PS. Daily Minutes is een naam die ik vaker gebruikt heb. Misschien verandert de naam nog een keer om beter aan te sluiten bij de algemene noemer van het onderwerp waar het over zal gaan, populaire wetenschap. Ik besef dat de grenzen van dat begrip ook wel eens wat opgerekt zullen worden in de bijdrage, maar dat is zoals ik meestal werk. Ik begin deze serie met enkele onderwerpen, waarschijnlijk elke dag een ander, waaraan ik later misschien nog meer onderwerpen ga toevoegen. Eentje van die onderwerpen is zendamateurisme. Dat is waar de oorspronkelijke Daily Minutes ook over ging. De tweede is het privacy-vraagstuk. Bestaat privacy tegenwoordig nog wel? Dat is wat je vaak hoort, privacy. Privacy kan, maar je moet wel erg je best doen om het te vinden tegenwoordig. Het derde onderwerp zijn micronaties, soevereiniteit en grenzen. Drie zaken die nauw aan elkaar verwant zijn. Alle drie deze topics van hiervoor beschouw ik als stokpaardjes van mezelf. Ik kan er in elk geval 100 uit over praten. En dat kan best makkelijk zijn bij het maken van zo'n audiobijdrage. Afhankelijk van wat zich zoal aandient kunnen er nog onderwerpen bijkomen. Zaken uit de makerwereld, of dat nu meubel maken is of elektronica, is een vrij logische aanvulling. De wereld van de tiny houses is een ander onderwerp dat me na aan het hart ligt en dat vast leuk is om er ook bij te doen. En verder wellicht reclame en misschien de wereld van de spionage. Het is niet de bedoeling om hiermee amusement te maken. Het is de bedoeling dat je er iets wijzer van wordt. Dat kan zijn doordat ik nieuwtjes breng, maar ook door dingen uit te leggen. Tegelijk wil ik de onderwerpen toegankelijk houden. Ik ga me niet vermoeien in wiskundige fundamenten van de techniek of andere zaken die voor de nerds leuk zijn, maar niet voor een groot publiek. Dat zal voor mij als semi-nerd ongetwijfeld wel eens moeilijk zijn. Ik ben overigens iets over mijn achtergrond met onderbreking van een aantal jaren als zendamateur actief. Vandaar dat ik wel iets van dat onderwerp weet. En ik heb ook een aantal jaren als ontwikkelaar van elektronica producten gewerkt. Over het onderwerp privacy heb ik redelijk vaak als journalist geschreven. Ik houd het onderwerp al jaren bij omdat sommige aspecten daaraan mij zorgen baren. Het is als met de meeste techniek. Je kunt het op een goede manier gebruiken en op een slechte manier. In de meeste gevallen is dat de goede manier, maar waakzaamheid blijft geboden. Verder las ik als klein jongetje ooit het verhaal over de excentrieke Britse majoor Roy Bates, een held uit de Tweede Wereldoorlog, die in plaats van een zeezender op een oud fort uit diezelfde oorlog te beginnen een nieuw land begon, de micronatie Sealand. Sindsdien ben ik verknocht aan dit onderwerp. Ik heb het onderwerp later nog uitgebreid met grenzen en het enigszins abstracte begrip soevereiniteit. Dat laatste laat zich makkelijk uitleggen aan de hand van de koop van een huis. Als je de grond daarvoor bezit, bezit je nog niet de soevereiniteit. Dat wil zeggen, je moet nog steeds belasting betalen en aan de regels voldoen van het land waar het stuk grond dat jij bezit zich bevindt. Als je ook de soevereiniteit hebt, hoeft dat niet. Je kunt dan zelf een stuk grond verkopen en degene die dat koopt de belasting laten betalen en een wetgeving opstellen waar de eigenaar aan zal moeten voldoen. Micronaties zijn er echter heel veel, maar ze mankeren allemaal wel wat. De bedoeling is om als het lukt de komende weken elke dag een bijdrage als deze uit te brengen, telkens afwisselend over een van de genoemde onderwerpen. Luister mee, interessant wordt het zeker. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0.